Vandaag ga ik jullie wat leren over snijtechnieken die we op de natuur van tij gebruiken. Okay. Stel, je wil deze stok slijpen om er een speer van te maken of iets anders. Ja. De eerste techniek die je kan gebruiken is deze. Je houdt het mes recht vast en je legt je werkstuk langs je dijbeen en dan snij je naar beneden van je af. Op deze manier kan ik niet uitschieten en mezelf snijden, in tegenstelling tot wanneer ik uit mijn schoot werk. Want dan zou ik mezelf hier in mijn been kunnen raken. En omdat hier een slagader loopt, ja, willen we dat natuurlijk niet hebben. Dat zou een beetje jammer zijn. Tweede techniek is dat je zo je armen in je zij houdt. En je houdt het mes wat meer zijwaarts. Wat je dan doet om te snijden, is je trekt eigenlijk je armen naar achter en met deze beweging, als een heel ongelukkig vogeltje, kan je heel veel kracht zetten. Ja? Kijk. Ik trek alleen mijn schouders naar achter. Het voordeel is dat ik ook goed kan zien wat ik doe, omdat ik kijk natuurlijk neer op mijn werkstuk. En ik kan niet uitschieten omdat de actieradius is niet groter dan deze vleugelslagbeweging. Dus het is een hele krachtige, maar toch ook gecontroleerde techniek. Nou, die twee kan je meenemen op de groep als je weer eens met mes gaat werken.